mijn god, ga hoor. Robin, draai eens om. De andere kant. Oké. Okay. Andere kant. Daar is terug. Toen is terug. Ja. Oké. Okay. Mensen, welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft 133 of zo. En mensen, ik zit met een probleem. Oh man. Jongens, ik ga verroken. Leroy, je jankt een beetje, kom maar. Ik heb een probleem. En Doe drie keer aan de bot. Dus ik heb lopen broeder hier. Het is niet zo goed gegaan. Maar ik zit er een beetje mee, dus misschien weet Leroy wel raad. Ik ga eens even naar zijn kantoor toe. Oh, er staan twee beren voor de ingang. Jongens, bodyguards weg. Hoppakee. Ik ga eens even opzoeken. Waar is Leroy? Trappenhuis. Kantoordienst, belastingdienst. Dat zal zijn. Robbie. Oh, hallo konijntje. Wat een lief konijntje. Verdieping 3. Nou, hier zitten op 3 de dino's. Heel kenbaar. Leroy. Ik ga voor de rest leeft hier niemand in deze verdieping. Ik ga eens even komen. Zo, hoppakee. Ik ben er doorheen. Sorry jongens, dit is privé. Even kijken, waar is die? Ja, ja, jongens, hebben jullie Leroy gezien? Nee. 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 Ik zoek hem en ik dacht hij is misschien in zijn kantoor. Ik zou even zijn kantoor kijken. Ja, is goed. Waar is zijn kantoor? Hier zo? Ja, ik weet niet. Ergens op de derde verdieping. Oh. Kijk hoor. Ook niks. De hele derde verdieping, toch? Dan weer terug. Nee, maar jongens, jullie genieten hier lekker van een biertje. Ja, wat dat daarom komt dit zeg. Heineken, ik zie Jupiler. Waar is de hertog? Hertog Bram? Dat verstopt voor jou. Hertog Bram, weet ik. Ja, die is in beslag genomen. Dan moet je even de verdieping omhoog. Oh ja, dat dacht ik al. Hé jongens, ik wil je wat laten zien en ik wil jullie wel gewoon erop wijzen niet uitlachen alsjeblieft. Het is gewoon echt serieus. Oh. Ja, kom je mee? Ja. Kom maar. Nou komt het hoor. Ja. Ja. Mag dit kapot? Ja, doe maar. Zo, gaan we naar binnen jongens? Ja? Gaan we naar binnen? Goed zo? Ja? Dan gaan wij weg. Ja? En dan ga ik dit afsluiten zo? Dan kom je niet meer buiten. Nee. Die stinkende zin in mijn kantoor, jammer dit. Kom mee. Ik weet niet waar je nou doet, maar daar zat ook gewoon een deur hoor. Ja, maar ik ben nerveus. Ik moet het uitleggen aan jullie, maar ik weet niet hoe. Kom maar. Ja, hier. Ja. Kijk, hier in mijn kelder. Er is wat gebeurd. Oh nee hè? Ja, er is wat gebeurd in mijn kelder. Dat is mijn probleem. Zo deed je! Zo! Dat is geen klein probleem. Dat is een groot probleem, ja. Ik snap Hoe het. Hoe lang heeft hij vastgezeten? Nou, ja, hij komt er niet uit. En jullie hulp nodig om te trekken, denk ik. Kun je helpen? Nou, laat maar zitten, je neemt me niet serieus, jongen dit. Hier, dit is die vet van Monopoly. Die deelt die munt uit, toch? Hier zo. Kwans. Ik denk dat ik Quincy, oh daar, ja. Nou ja, hij heeft een naam. Ik heb een beetje een dipje hierdoor. Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen opvrolijken. Daarom wou ik eigenlijk even naar jullie gaan. Misschien weten jullie een probleem of een oplossing voor dit probleem. Nee, ik weet wel een oplossing. Wat? Robbe? Ik hoor Robbe, waar ben je? Ja. Oh, waar zit je? Robbe, daar is er eentje. Robbe, wat is er? Nee, je moet het uitbroeden. Uitbroeden? Ja. Oh. Nou, dan ga ik daar nog even langer op zitten dan. Ja, je moet ook gaan zitten. Ja? Ja, dat doe ik dan wel in privé. Het is iets te druk. Ik doe dat wel als het privé is hier. Ja? Kijk, iedereen gaat er naartoe. Kijk, dan doen we gewoon even... Oh, ik kan ze opsluiten allemaal bij het eentje. Dan gaat er in ieder geval eentje wel weer broeden. Snap je? Eentje. Ja, dan... Oké, bedankt. Ja. Nou, heel tof. Kijk, het is druk hier weer hoor. Is het weer druk? Kunnen we even afsluiten dit zo?
Ik heb het nog net niet door. Hoor. Jammer jongens. Gelukkig zijn er geen 150 andere warps. Nee. Zo. Nee. Zo, je nee, ziet nieuwe, door de spelers. Je ziet nieuwe jaar zijn we in, hè jongens? Oh ja. Ja, het nieuwe jaar. Ja. Heb je het goed gevierd? Ik wel. Of zeker wel. Ja? Zeker. Ja hoor. Geen gekke dingen gedaan? Of nee, maar... ik probeerde alleen een vuurpal aan mijn kat vast te binden, maar dat vond hij niet leuk. Oh, nou lekker okay. Maar gelaten. Er wordt de rest niks geks gedaan, hè. Nou, ja, geofucking. Ja. Ja, je moet wat tellen. Ja, duur hobby hoor, ik zou het, ja. Ja, het wordt alleen zo'n zooitje elk jaar als ik het doe, dus dat is wel een nadeel. Een zooitje. Kattensnippers. Ja. Kitkat. En Tim heeft ook een net pakje aan met DC erop. He, het is er ingenageld, zie je dat? Kijk, ingenageld. Die heeft gewoon de zak van Sinterklaas aangetrokken. Daar stopt hij. Hallo. Hallo, welkom Kevin. Kevin is er ook bij. Kevin is Kevin. Misschien zie je Kevin, Mr. Aarsbeving. Ja. En misschien zien we hem dadelijk wel in de video. Dat hoop ik wel. Want we willen namelijk een verrassing aan jullie doorgeven. Want ja, we hebben genoeg. Ik ben mijn probleem met het broedprobleem. Gelukkig weet Robben er wel iets raad mee. Gelukkig. Ja. Heb je ervaring, Robben? Want je bent natuurlijk ook een eentje. Je kan goed met mij omgaan natuurlijk. Ja, ik heb al een stuk of tientallen eieren uitgebroed. Oh, chatte. Want er heeft nog iemand heeft er last van, hè, in de server. Die heeft ook een paar eieren zit hij te broeden. Ja, die zit ergens in de mapkaart, ja. Zit hij. En ik weet nog, ja, sommige mensen weten, er zit ook een achievement verstopt, dus ik mag eigenlijk niet iets over zeggen, want het is geheim. Maar er zit in ieder geval een eentje, zit er in de buurt, in Disneycraft, of in het water zit in ieder geval. En er zit te broeden en het lukt er maar niet. Ja. Of wel of niet, dat zien we hopelijk eind van het jaar, hoop ik. En ja, we hebben nog een verrassing, want we gaan namelijk iets nieuws laten zien. Een kleine preview van een nieuwe attractie bij ons in het park. Oh. Ja, een renovering, laat het daar wel. Het is geen compleet nieuwe attractie, maar het is wel, nou eigenlijk wel, het voelt wel aan als een nieuwe attractie. En het is iets waar zeg maar een heel erg, er zit iets aan. Er zit iets aan dat aan die attractie, en er mag eigenlijk niet aankomen. Er zit een soort van, hoe noem je dat? Een heel zeldzaam iets aan die attractie. Ja, hoe nostalgie. Nostalgie. Het zijn nostalgische blokken. Je mag er gewoon eigenlijk niet aan zitten, maar ik heb het toch gedaan. Ja. Motto nou. En Blackie verklapt het in de chat. Het is inderdaad de Disney Tour waar we aan hebben gewerkt. Bedankt. Ik mocht het niet vertellen. Sorry. Maar jammer dit. Het moest een verrassing blijven. Maar ja, de meeste, als je een vaste speler bent in DC, dan weet je dat de Disney Tour ook in onderhoud was. En hij is nog steeds even in onderhoud. We zijn nog even de laatste dingetjes aan het bijstellen. Vooral met de redstone dingetjes. Want omgeving, ook zelfs met de omgeving zijn we bezig. Met het Peter Pan gebied zijn we nog mee bezig. En voor de rest is de hele attractie zowat klaar. Dus dat is wel echt een vooruitgang waar we naartoe kunnen kijken. We kunnen de attractie niet openen. Maar de VIP's hebben af en toe wel de mogelijkheid om via het dak naar binnen te gluipen. En zo een paar kiekjes te vangen. En nu gaan we dus ook de bezoekers laten zien hoe het er ongeveer uitziet. Een kleine scène, dus ik ga eens even een gat maken in de vloer. Zo, er komen gelijk al een hoop mensen hier. Ja, kom maar, ja, oké, te laat. Ja, de volgende, zo, huppakee. Nou, en hier is een van de scènes. Zoals je ziet is er dus Sneeuwwitje toegevoegd hier. En ziet de hele attractie er heel anders uit. Want dit was een heel gat en het schip is omhoog gegaan. En daarachter zien jullie nieuwe dingetjes. En het is gewoon helemaal aangepast en nieuwe NPC's en... er zijn nieuwe scènes gemaakt. Het is gewoon opgefleurd. Er is licht vloerbedekking. De baan is breder. Het is gewoon fantastisch. Het is gewoon leuk. Het is een oude attractie is eigenlijk gewoon vernieuwd. En het was heel leuk om te doen. Want vooral omdat het een goede bezochte attractie is. Hebben zoiets van, ja weet je, we moeten gewoon iets moois van maken. Anders is het gewoon zonde van de attractie. Maar het hele Aladdin gedeelte zit eruit. En dat is bewust gedaan. Want het, ja, ik vond dat het wel een beetje een achtbaan gevoel had, de attractie. En dat was het helemaal niet. En ik wil naar die plek toe gaan om te laten zien... Hé, ik zit hier iemand... We hebben al genoeg Arabië, hè, natuurlijk. Dat wou ik dan zeggen. We hebben hier Jafar, we hebben een Aladdin-attractie. En dit was het gebied. Dit was nog het overgebleven stukje van Arabië, wat er toen was. Waar de Disney Tour inging. En dat is helemaal verwijderd. En ja, dit staat er nog. En hier komt natuurlijk wel wat nieuws weer in. Maar de attractie is dus wat kleiner gemaakt. Dus de Disney Tour duurde... Vroeger duurde die...
ongeveer 10 minuten, de attractie, lengte. En nou zal die, ik heb het nog niet opgemeten, maar het is in ieder geval wel een stuk korter, dat weet ik wel. Maar het is heel mooi geworden. Ja, vind je ook niet, Robin? Ja, ik vind het dat zeker. Dat en Robin zeker, is natuurlijk bezig met de audiosurf en dat betekent dat de attractie wordt dus bereden en die gaat dus op muziek gaat die functioneren. Dus dat betekent dat jullie eigenlijk twee keer een wonderlijke ervaring krijgen. Dus zozeer niet van de attractie van de omgeving, maar ook gewoon van de muziek die afspeelt. En bij het gebied hoort waar je doorheen gaat met je karretje. Dus dat is heel erg tof. En geen zorgen, ik heb het niet zelf ingezongen. Nee, dus... Gelukkig niet. It's a small world, heeft hij ingezongen. Dat, ja, Robin is echt een heel erg slecht in tekst onthouden. Dus we hebben maar It's a small world laten zingen. Achter ja, maar dat twee was niet regels. Zo moeilijk. En nog vergeten, hè? Ja, dus... nog vergeten, ja, zeker. Jongens, waar gaan we in? Wat is het doel? We gaan iets leuks doen. We gaan niet bouwen. Ik heb hem willen bouwen. Maar niet, we gaan nog meer dingen veranderen hoor in de server. Want mensen denken altijd van bijbouwen, bijbouwen, bijbouwen. Maar we hebben zoveel attracties. We hebben er volgens mij iets van 30 of zo. Ja. En die gaan we steeds een beetje renoveren en veranderen en zo. Ja, dus de mensen... Altijd een verrassing. Ja. Bijvoorbeeld de Toy Story nog steeds heel veel vraag naar, maar daar mogen we nog niks over vertellen. Dat komt echt wel zeker weten. Dat moet je gewoon eventjes afwachten op het kanaal. Het wordt zeker aangekondigd. We hebben natuurlijk ook Twitter, we hebben Instagram, we hebben de website. Dus hou het allemaal in de gaten. De website wordt ook langzamerhand weer vernieuwd. Dus zeker weten, eventjes kijken, even gluren. En inderdaad wat Leroy zegt. We gaan attracties renoveren, zodat bijvoorbeeld de Toy Story van een soort van springdolfje wordt veranderd naar een complete traincars attractie, een complete dark ride. En zo willen we dus meer attracties gaan laten werken via traincars of via een speciale verandering in de server. Hey Gio. Hallo. Kom even kijken. Ja, dat is gezellig en het is lekker druk in de server. Misschien we zo met z'n allen ergens in een attractie gaan of zo. Misschien in een loopattractie? Oh, dat kan wel. Ja, misschien ergens, noem eens wat. Zullen we eens even bij de warp status kijken? Ja. Want daar is het voor, hè, warp status. En wat kan je nog meer warpen? Jij weet het, Leroy. Je kunt ook warp tuxtap doen. Oh, dat is misschien nog beter. Misschien dat is echt een vernieuwing. Ik ga dat eens doen. We gaan gewoon niet in een attractie, we gaan warp tuxtap. Want Leroy, jij hebt je heel erg bemoeid met de nieuwe warps of een nieuwe hubje hier maken, hè? Ja, een soort van hubje is hier zo gekomen. En naast warp status heb je hier zo ook... warp tuxtap. Ja. En daar ben ik eigenlijk. Nou, er staan talloze warps op. Nieuwe dingen ook, hè? Want je ziet ook dingen die ik eigenlijk nog niet goed ken samen met jullie. Is bijvoorbeeld. Even kijken hoor. Ik zat net wat te kijken. Ziekenhuis, dat is ook allemaal vrij nieuwe dingen. En ik zie hier ook. Even kijken. Een bios, dat is ook nieuw. En wat nog meer? Een duckpad. Ja, misschien kennen we die wel. Een busstation, je weet niet wat het is. Een tv, een politie zelfs. En flatsgebouwen. Het is echt heel bijzonder. Waar zullen we eens heen gaan? Ik denk het geldpakhuis. Dan kunnen we lopend heen, denk ik, hè? Dat is misschien wel iets wat wel bijzonder is om te laten zien. Ja. Want daar kan je namelijk iets. Dagobert is... We hebben een... Een beetje Dagobert. Een contract, hè? Hebben we gesloten. Ja, we hebben een contract met Dagobert en... nou ja, ik weet niet wie het best uit kan leggen. Ja, nee. Dagobert heeft, zeg maar... we hebben met hem gepraat en onderhandeld. En we kregen klachten. En Dagobert vond het eigenlijk wel een beetje minder. Omdat het natuurlijk ook om geld gaat. En dat is dus dat je... in het Dagobert's kantoor hebben we geregeld... dat je coins kan resetten naar nul. Maar ook gelijk al je items verdwijnt. Dus dat je op een eerlijke manier weer kan spelen... of items verdienen in het park. Dus stel je voor, je hebt ongelukkig over een paar plates gelopen... en je bent net begonnen met verzamelen van iets... en het ging niet zo lekker. Dan kan je dus over die plate heen lopen... en dan kan je dus coins resetten naar nul. Dan pakt Dagobert je geld af. Of hij betaalt je eigenlijk wat je in de min staat... Maar hij pakt dan wel je items af, want die verkoopt hij dan door weer aan goederen. Ik weet niet hoe hij dat precies doet, maar daar ga ik niet over. Maar let erop dus, dat als je over die plate heen loopt, dan verdwijnen al je coins naar nul. En al je objecten, al je items gaan ook allemaal weg. Dus onthoud dat, ga niet met 10.000 mensen hier bij die plate staan. Want dan kan het zijn dat jouw items weggaan en dat diegene die op die plate staat zijn geld verdwijnt. Dus doe dat even één voor één. Ja, probeer ook niet hier zo rond te gaan hangen als je er niet moet wezen. Want de kans dat die per ongeluk jou pakt, is er. Maar die is niet zo groot, maar... Hij kan er zijn, inderdaad. Probeer te voorkomen. Dus dat is het geldpakhuis hier. Ja, hier kan je dus je coins resetten en zo. Maar bij het ziekenhuis kan je sinds kort ook jezelf healen. Oh, daar ga ik eens even naartoe. Ja.
Als mensen in de brand staan bijvoorbeeld of zo. Of ze hebben een poison of iets van het spookhuis. Als mensen in het spookhuis zijn geweest of in de Tower of Terror en ze hebben geen zin meer tijdens de rit, dan heb je die effecten ook en die duren meestal best wel lang. En dan wij kregen heel vaak de vraag van, mag ik heal, mag ik heal, ik kan niks meer zien. Oh! Dus nu kan je gewoon warp ziekenhuis en dan ga je hier op die plaats staan. En dan kijk, en dan... Word je geheeld. Ja, Jezus staat hier achter de balie. Jezus. En het is niet omdat we niet geloven of wel geloven of zo. Het heeft niks mee te maken, maar ik had op internet gezocht en ik zag die skin. Ik dacht, nou, die zet gewoon in het ziekenhuis neer, want die maakt jou weer levend. Om het zo te noemen, ja. En. En noem ook Nurse, hè? Nurse Killjoy. Ja, inderdaad. Killjoy. Hij is misschien wel echt. Ja, want ik had opgezocht op Nurse, inderdaad. Want ik wou een Nurse neerzetten hier. En toen kwam ik hem tegen. Nou, ik ben genezen, dat is leuk. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen die al extra zijn. En Dukstad wordt natuurlijk langzaam gerenoveerd. En daar is Kevin eigenlijk de verantwoordelijke voor. Ja. Die gaat bezig. Dus het is al heel erg aangepast allemaal. En hij is flink bezig met dingen en doen. En we gaan natuurlijk eerst de studio's helemaal renoveren. En daarna gaan we een Dukstad pas doen. Even nakijken, het achievements toevoegen. Leuke bezoekjes doen. Misschien wel een minigame verstoppen. Je weet het niet. We gaan wel kijken wat we gaan doen. Maar Dukstad is ook echt een groot onderdeel. Belangrijk onderdeel van ons pretpark server. Want het belangrijkste in Dukstad is natuurlijk huizen kopen. Ja. Dat kan je volop doen. En er worden nog steeds huizen bijgevoegd. Die kan naar kopen. Dus houd dat ook in de gaten. Inderdaad. Je kan flats, villa's, kleine boshuisjes die verscholen zitten in een bosje bijvoorbeeld. Je kan echt heel veel kopen. Volgens mij ook winkeltjes huren. Het is ongelooflijk, maar het kost wel geld. En je kan ook niet permanent weer huisjes kopen. Je kan eigenlijk ze huren alleen. Dus voor 3 maanden, 6 maanden, een jaar. Het is eigenlijk maximaal een jaar, geloof ik, uit mijn hoofd. En dan kun je anderen ook een kans geven die dan een keer dat ook willen huren als ze het geld hebben en zo. Dus, en hier hebben ze een mooie brug hier. Daar gaan we overheen. Ja, dit is natuurlijk old school, want dit staat al heel lang in de server. De kerk, die is natuurlijk ook toen al pas wel gerenoveerd. Ja, die kerk, ja. Met al die graven hier. Of met al die kerk, dat kerkhof hier. Die graven, die kan je binnenkort weer kopen. Kan je binnenkort weer kopen? Tof. Dus dan kunnen we eigenlijk weer een plekje op het graf. Is het groter geworden hier, of lijkt het me zo? Ik ben hier gewoon echt zo lang niet meer geweest. Oh ja, maar lijkt dat zo. Hoor. En dit eentje, dit was mijn plekje, dit was mijn, dit is nooit veranderd hier, dit was altijd mijn eendenplek hier. Had je een hoofdje van een eend ligt daar onder de grond. Echt, is jouw graf. Echt cool. ik denk dat dit heel lang staat, als ik KI doe, ik denk niet eens dat het herkenbaar is. No block found daar, daar zie je. Zo oud is dit. Ja. Jens, wat ben je aan het doen? Wat? Oh. Ja, succes met bouwen. Al die mensen. Ik koop wel een meloentje hier. Meloen. Meloenen. Lekkere meloenen, ja. Meloentje. Dus nu is Dukstad ook even onder de aandacht gekomen. En wees vrij om hier gewoon rond te lopen. Even te kijken. Ik weet dat er nog geen achievements zijn, maar... Ja mensen, nou dit was Dukstad. En aan de overkant zien jullie al een nieuw gebied. Dat weten jullie ook wel inmiddels. Dat is natuurlijk het piratengebied. En iedereen zit hier lekker op het strand. Lekker te zwemmen hier. Jens in het bootje en iedereen lekker nat aan het worden. Gaan ze naar de overkant. Dat is ook nog een strandje. Ja, we zien je. En ik wil iedereen bedanken. En tot de volgende video. En dan gaan we zeker wel weer een bouwvideo doen. Want dat hebben we lang ook niet gedaan, hè? Een bouwvideootje. Vind ik een goed idee. Inderdaad. Nou, bedankt voor meedoen iedereen. Nice. Is er nog een kleine enthousiasme voor het begin van het jaar? Tuurlijk. Nou, laten we doen. Laten we doen. Doei. Doei. Doei.